ben ik weer. Met een nieuw seizoen van de IJsvrouwen. Na de winterpauze. Ja. Het is nu de eerste wedstrijd van het seizoen. En het is Ajax tegen Excelsior. Het is wat leuk. En dit keer ja, met sneeuw natuurlijk. En normaal zaten we daar. Maar ja, want je ziet zelf Jackie Baan. Heel wat hoger. Schat! Het ziet letterlijk lekker. Zo? Kijk eens even op die tikken, want deze mevrouw heeft dezelfde rij. Lekker koud. Maar goed, het is ongeveer 3 à 2 graden. Maar ik hoop dat het dit keer wel een goede start is. Want vorige keer toen we een seizoen begonnen, was het 5-2 verloren. Dus hoop dat dit keer wel goed gaat. Wat denk jij? Wat heb jij nog naar iets? Goedemiddag trouwens. Het is 10 tot 9. Hallo. Nou, het is inderdaad aan de frisse kant. Maar ja, dat even doorbijten. We zijn een mooie tijd. Ja, we hebben een volgend seizoen. Het eerste seizoen zelf gespeeld, maar ze staan wel bovenaan, bijna bovenaan. Ja, nee. Ik hoop inderdaad op een leuke wedstrijd. Dit is juist de kamer hoor. Ja, maar ik weet het niet al. Ik hoop op een leuke wedstrijd en dat inderdaad een goed positief resultaat. We gaan het merken. Ik laat nu de boer weer in Samantha en die gaat weer verder met u. Hallootjes. Maar goed, hoop dat natuurlijk als je de zomerstop of winterstop hebt gehad en het seizoen begint weer, dat het mooi gaat beginnen. Hopen allemaal. Het is koud, maar mij lijkt goed op getraind. En zo, het zit er wel zeg maar om te lopen. En ik hou je op de hoogte. Tot straks. Hey, Isa Pothof, met nummer 3, Rachel Kleine. Met nummer 4, Jara Helderman. Met nummer 5, Jentel van Gogh. Met nummer 6, Lynn Groenewegen. Met nummer 7, Dana Brewel. Met nummer 9, Sabrine Illusie. Met nummer 12, Dikke de Raaf. Met nummer 14, Lieve van Vliet. Met nummer 18, Kimberly Smit. En met nummer 19, Veerde van Spijk. De wisselspelers van Excelsior zijn met nummer 20, Nicky de Haan. Met nummer 21, Floor Ozoren. Met nummer 2, Lieke de Wit. Met nummer 8, Kim Hendricks. Met nummer 11, Wendy Balvoort. Met nummer 15, Fleur Mol. Met nummer 16, Bonnie Lammers. Met nummer 17, Manoa van Houwelingen. Met nummer 22, Estelle Pereira. Met nummer 23, Robin de Ridder. En met nummer 24, Stephanie Culo Aurelio. Dan krijgt u van mij de wisselspelers van Ajax. Met nummer 31, Dionne van der Wal. Met nummer 6, Jonna van der Velde. Met nummer 12, Isabelle Hoekstra. Met nummer 16, Danny Noordman. Met nummer 18, Melissa Keizer. Met nummer 23, Lotte Keukelaar. Met nummer 24, Dalia de Klonia. Met nummer 26, Isa Kardinaal. En met nummer 29, Danny Tohoek. Kom dames. En dan krijgt u nu van mij de basisopstelling van de Ajax-vrouwen. Met
En wat een mooie eerste helft. Wauw. 4-0 voor Ajax. Eerst natuurlijk Serie Spitsen. Dan door tegen wie nog meer? Ja. Eerst Serie Spitsen, die is doorgescoorde. Trent. En daarna? Ja, een ander heb ik even gemist. Sorry. En de andere was eventueel even nieuwe spelers. Maar wat lekker! Oh, ik vind het een leuke middag. Avond, 4 doelpunten. Het ziet er leuk uit. En ondanks de kou doet ze goed hun werk. We maken weinig fouten. Excelsior laat ze komen. Geeft wel ruimte weg. Want ja, het is een terechte 4-0. En hopen dat de tweede helft hetzelfde resultaat levert. En dan hebben we een hele leuke... Leuke koude, maar toch warm houder als wedstrijd zelf in doelpunt. Dat geeft toch een feestje, dus het is wel gezellig. Ja, als we door hebben gaan, dan gaan we nog komen. Dus ik vind het al een goed markertje voor het begin van het seizoen. We hebben het dik verloren en nu voor de tweede helft van dit seizoen. Natuurlijk omdat de winterstop is geweest, de tweede helft. Is het goed markt gemaakt? Als we door blijven gaan, wordt het nog een heel mooi seizoen, hè? En dat is natuurlijk ook nog de 30e, waar ik jullie natuurlijk ook mee ga meenemen. Als dat ook goed gaat, lekker bezig, meiden. Maar goed, je ziet mij tot straks. Hey, hoe gaat het? Ik ben vergeten gisteren toch af te sluiten, omdat ik een beetje moe was, het was laat. Dus hierbij even de afsluiting. Hi, ik ben er ook nog. Dus wat dat betreft, ik ben vandaag nog vrij toevallig, dus ik kan meehelpen. Het was gisteravond hartstikke gezellig, niet eens zo laat, maar omdat het zo donker was, leek het wel 's nachts. We hebben een hele leuke wedstrijd gezien, 6-1 geworden in het voordeel van de Ajax vrouwen. Haar grote heldin, Serida Spitsen, had een schitterend schot op doel vanaf de middenlijn. Dat heeft indruk gemaakt, daar kreeg ze ook applaus voor. Helaas viel zij... In de tweede helft viel ze uit, waarschijnlijk door een blessure of iets. Dat ook van de week wordt het de Women's Champions League gespeeld. Wordt ze misschien gespaard. Heel belangrijk tegen Paris Saint-Germain in Parijs. Misschien daarvoor. Maar dat weten we niet. Het was heel leuk. 7 doelpunten, waarvan 1 tegendoelpunt. Maar ja, dat kan altijd gebeuren. Leuke pot. Dus het was koud. Echt koud, hebben we gemerkt. Maar dan mag de pret niet deren. We hebben een hele leuke avond gehad. En hier gaat de volgster zelf aan het woord om het af te sluiten. Ik ga er vandoor. Bedankt, ik vond het leuk. Hoop dat jullie ook gaan kijken hiernaar. En ik geef het woord aan Samantha, alsjeblieft. Hey! Als je het leuk vond, vergeet niet te liken. Als je meer van me wilt zien, vergeet niet te abonneren hieronder. En zeg ik, tot snel!